dit is voorheen het gebouwtje De Halte. Het was in dienst van de school met kinderen die een aparte leslocatie hadden. Dat is per oktober gesloten. En toen kreeg ik een tip en naar aanleiding daarvan heb ik contact opgenomen met de gemeente. En gevraagd waar ze groeituinen dat zouden mogen lenen, gebruiken. En tot onze verrassing werd daar heel snel ja op gezegd. Want we hadden ook allerlei plannen natuurlijk om hiermee te gaan doen. En die plannen zijn eigenlijk in grote lijnen toch een beetje overeenkomstig met het landje. Want het landje zien we ook vooral als een instrument voor mensen om te groeien, om elkaar te delen. En dat doen we hier eigenlijk niet anders. Jullie zijn nu de pand van Stichting Drechtstam. Deze ruimte is bedoeld voor zeg maar, jongere leeftijden, tieners en begin twintigers. Om oude straat te houden en oude criminaliteit en hier bezig te houden. En ook huiswerk, hulp. En zeg maar, als ze hebben bijvoorbeeld problemen met huiswerk op school. Meestal hebben ze problemen thuis, want ouderen spreken niet de taal goed. Dus wij zoeken iemand die geschikt is om hun te helpen, zeg maar, huiswerk. Dus hier ziet het heel anders uit, zaterdagochtend en zondags, want wij houden dan de lessen hier. En door de weken, vanaf 2 tot 9, is rondhangen voor jongeren. Daar spelen ze videogames en voetbal kijken, Eredivisie en dat soort dingen. En dubbelspel, domino en allerlei soort dingen die zij nodig hebben. En we hebben ook een klein kantoortje daar die helpt, zeg maar, nieuwkomers die niet de taal goed kan beheersen. Om te helpen waar ze terecht kunnen om hun problemen, zeg maar, op te lossen. En hier deze pand, eigenlijk, we hebben andere stichtingen die iets kunnen betekenen voor ons. Bijvoorbeeld daar achter fietsen, kleine fietsschool voor nieuwkomers. En we hebben veel mensen die nieuwkomers zijn die hulp nodig hebben. En hier ook in, onze buurman Koen. Die helpt kinderen met beperkingen en stoornissen. En ik ken zelf een paar familie die zelf de problemen hebben, maar niet weten waar ze terecht komen. Dus daar kan ik ook helpen. En hier is alles wat de jongeren, zeg maar tieners en begin twintigers nodig hebben. Zeg maar. En hier brengen ze hun eigen laptops. Zoals je weet, je hoeft geen bord te hebben om kinderen huiswerk te geven. En dat zijn wij voor. En dit is allemaal gebeurd initiatief van ouders, van de jongeren. Het is zonder sponsor, zonder gemeentesubsidie hebben we dit voor elkaar te krijgen binnen 6 maanden. Dus het is hard werk. Hebben we keihard gewerkt, zeg maar. En dankzij die ouders. Dat is echt, dit is door hun is gebeurd. Niet door iemand of een bestuurleden. Maar de ouders zelf is initiatief. In het begin was het te mooi om waar te zijn. Maar het is wel waar, dus. Nou, welkom. Dit is de werkbankenruimte in dit pand. En wij gaan dit ook gebruiken als ambachtshonk zijnde. En we zijn een stichting geworden die zich richt op houtbewerkers, op hobbyisten. Die hier met machines en faciliteiten worden ontvangen. Om lekker met hun hobby bezig te zijn, samen met anderen. En dat kan in de werkbankruimte, maar ook in de machineruimte. En het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby van mijn man. Die heeft een aantal cursussen houtbewerking gedaan en meubel maken. En ja, vervolgens heb je thuis gebrek aan ruimte en machines om dat uit te oefenen. En zo is het eigenlijk geboren, het idee. Dus we kwamen erachter dat hier ruimte beschikbaar was en toen hebben we dit ingericht. Er is een vaste kern ontstaan van fanatieke houtbewerkers die samen met ons het ter hand hebben genomen om de ruimte geschikt te maken. Dus er is een tussenwand geplaatst en er zijn machines neergezet. En er zijn allerlei beveiligingen aangebracht en stofafzuiging aangelegd. En nu is het eigenlijk bijna helemaal klaar om werkplaatsabonnees te ontvangen. En dan kunnen mensen voor een vast dagdeel per week en, gezellig met anderen bezig zijn met hun houtbewerkingshobby. En er zijn ook plannen om er schilders te geven. En met name daarvoor is de vraag of er ook in de wijk animo voor is. Dus een professionele schilderes die dat wil gaan doen.
En die doet ook heel leuk, doet al langer ook aan de singel. Dus het zou leuk zijn als het blijkt dat wij ook hier een functie in kunnen vervullen. Daarnaast hebben we daar een prachtige ruimte met een keuken erin. En daar zullen onder andere workshops koken gegeven worden. Onder andere door Somalische dames, maar we hebben ook een Turks mevrouw die dat wil gaan doen. En mensen uit andere windstreken, Hindoestaanse wellicht. We willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen, ook uit de wijk zelf, net als ik, Hollandse Kaaskop, zeg maar, die mogen hier ook aan de bak. We hebben een Sri Lankese dame, jonge dame, die hier in het kader van inburging, taal leren, iets met tweedehands kleding gaat doen. We hebben twee keramisten die prachtige werken maken en die ook een kennis met de omgeving willen delen. Dus dat is ook het centrale woord, eigenlijk delen met elkaar. Het plein waar we nu op staan, dat wordt op het moment vooral gebruikt door Stichting Mee. Een vrijwilligster van hen, die geeft hier fietslessen. Een heel leuk gezicht, want ze gaan iedere week heel eind vooruit. Eerst konden ze niet remmen, kwamen ze in stuikjes terecht en zo. Maar het gaat steeds beter. Zo. Nou, goeiedag. Ja, mijn naam is Marcel Grunenberg. En 28 mei gaan we beginnen met recycle fietsen. Dus dat is onder andere zulke soort fietsen. Die krijg ik van de mensen in de buurt. En als ik er voldoende heb, probeer ik weer een hele van te maken. En ja, wat de onderdelen wat mensen mee helpen. En ja, ik hoop ook wat dat we minder fietsvrakken op straat terechtkomen dan. En ik doe het milieuvriendelijk opruimen. Ik hou ongeveer 2% van de fiets over. Dus ja, dat is het restante van het zadel. En voor de rest wordt alles milieuvriendelijk afgevoerd. En ik ben sinds kort ook erkend leerwerkbedrijf. Dus ik mag ook stagelopers opleiden hier. Dus dan hoef ik niet alles alleen te doen. En dan kan ik ook de kosten laag houden voor de reparaties voor de mensen in de buurt. Zo krijg ik ze dus binnen. En zoals je ziet, ja, is deze op zich een redelijke fiets, maar er zitten zoveel mankementen aan dat het niet meer de moeite is om eigenlijk op te knappen. En zeker niet als je de onderdelen nieuw moet kopen. Want ik denk schat zo dat dit al gauw op 150, 200 euro reparatiekosten komt. Dus ik wacht nou gewoon totdat ik er een gelijkende fiets bij heb waar ik onderdelen van kan doneren. En zo maak ik er weer een hele van. En de rest van de onderdelen, ja, kan misschien weer iemand anders mee helpen. Het is de ruimte van Cumling Begeleiding. Het is een organisatie die kinderen met ontwikkelingsstoornis opvangt. Eigenlijk een soort van dagopvang. Dat vindt in dit geval plaats op de woensdagmiddag, de zaterdag en de zondag. Degene die het hier leidt is Koen Visser. Die is eigenlijk al heel druk bezig geweest. Dit is zeg maar de verblijfsruimte waar de kinderen zich dan dagelijks zo'n beetje vermaken. Met televisie en video's wellicht. Dit is een ruimte waar kinderen separaat zich bezig kunnen houden, wat rust nodig hebben. En dit is het kantoorruimte van Koen. En we zien dat hij het allemaal heel netjes heeft opgeknapt met parket en allemaal geverfd en geschilderd. Een heel werk gedaan, heel veel energie gestopt. En nou, we hebben de indruk wel dat hij ook wel zijn plek heeft gewonnen. Dat hij het wel leuk vindt om onderdeel te zijn van deze organisatie. Zaterdag 28 mei is inderdaad de opening vanaf 11 uur tot uur 5. 1 uur komt wethouder Bert van de Burg zelfs langs. Daar zijn we erg blij mee. Die gaat de officiële opening doen. Wat we doen ook bij de opening is in plaats van het vragen om een lintje door te knippen, vragen om linten aan elkaar te knopen. Iedereen heeft zo'n eigen kenmerkt lint gemaakt. En dat beeldt verbinding uit. En we hopen dan in ieder geval die verbondenheid die we met elkaar hebben. En die we verder willen uitbouwen ook met de mensen in de wijk. Dat we dat goed zichtbaar hebben gemaakt. En dat ook mensen hier aan thuis misschien het overdreven, maar dat ze hier graag komen en graag ook met ons meegebruik maken van het gebouwtje. We krijgen hier ook een voedseldistributiepunt, is de bedoeling van de food community, dat is nog een werknaam van het ondersteuningspunt en van de zorgboerderij. Dat komt hier, dus mensen krijgen ook vanzelf al hier een loop naartoe. En wellicht kunnen ze dan ook kennis nemen van de leuke activiteiten die de mensen hier zelf allemaal aan de dag leggen.